Beste leden, het zijn exceptionele tijden. Plots worden consulten via de telefoon terugbetaald. Plots mogen niet CE-gekeurde toestellen ingezet worden. En plots werkt iedereen vanuit thuis. Wat zal er dan nog op ons afkomen? Hoe veranderen onze klantenverwachtingen? Hoe beïnvloedt dit de relatie met de werknemer? Hoe moet ik dit aanpakken? Inforcare staat ook nu helemaal klaar om u te ondersteunen tijdens en na deze crisis. We starten namelijk een nieuw initiatief op, genaamd Zorg 2021, dat zijn oorsprong vindt in het samengaan van twee uitzonderlijke omstandigheden, namelijk de exponentiële toename van digitalisering wereldwijd en het razendsnel wijzigen van wetgevingen over de ganse wereld. Op dit moment zijn veel bedrijven bereid, vele onder hen uit pure noodzaak, om digitaal te transformeren en dat in een sterk versneld tempo. Ten tweede werken de regelgevende instanties op dit moment radicaal anders. Juridische obstakels waar 10 jaar uitvoerig over gedebatteerd werd, zonder significante vooruitgang, worden op dit moment in slechts een paar uren of dagen uit de weg geruimd. Overheden over de ganse wereld passen in snel tempo hun wetgeving aan ten gunste van nieuwe, tussen aanhalingstekens, technologieën. Standaard videochats zoals Apple FaceTime, WhatsApp of Messenger, Hangouts, Skype zijn nu toegelaten, terwijl dat voorheen verboden was. Tenders voor IT, in dit geval videoconsultaties, die normaal behandeld worden over een tijdspanne van 48 weken, worden nu behandeld in amper 48 uren. Uren. We zijn ervan overtuigd dat de recente wetswijzigingen na de crisis niet teruggedraaid zullen worden. Misschien worden de wetswijzigingen zelfs nog uitgebreid en of verder versneld. U twijfelt misschien? Kijk dan even mee naar deze clip uit het VRT-nieuws. Maar ook de technologie helpt om te communiceren met patiënten. Videoconsultaties beleven hun doorbraak. Voor iedereen is dat een enorme tijdwinst. Minder auto's op de baan, minder wacht in de wachtzaal. Dus ik ben er echt van overtuigd dat we dat na de coronacrisis zullen blijven doen. Ja, absoluut. En uw hand een klein beetje draaien. En het klinkt in eerste instantie misschien hard, maar de huidige omstandigheden bieden opportuniteiten om de zorg nog beter te maken. En als ledenvereniging zijn we verplicht alles uit de kast te halen om u daarbij te assisteren. Enkel en alleen al het toelaten van telezorg opent bijvoorbeeld een gigantische opportuniteit voor zorg op afstand. Telezorg is een poort langs waar de patiënt, naast het pure videoconferentieaspect, ook de mogelijkheid heeft om allerlei monitoren en sensoren in te zetten die de vitale datasignalen capteren, of de revalidatie-inspanningen bijhouden, of de therapietrouw meten. Anders gesteld, de toekomst die we beschreven in onze actionpaper zal sneller gerealiseerd worden. In die toekomst zal de burger uitdrukkelijk kiezen voor zorginstellingen die hun service volledig aanpassen aan haar of zijn wensen. Een frictieloze service, dankzij innovatie. In die toekomst zullen zorgverleners uitdrukkelijk kiezen voor moderne, hartelijke werkomgevingen met een perfecte work-life balance. Een omgeving verwezenlijkt dankzij innovatie. En Inforcare spaart geen moeite om haar leden te assisteren die noodzakelijke innovaties te realiseren. We gaan namelijk samen voor de quadruple win. Voor nog betere zorg, minder burn-out voor zorgverleners, het automatiseren van afstompend en repetitief werk, zodat zorgverleners meer tijd vrij kunnen maken voor patiënten, residenten of klanten. En meer opportuniteiten voor ondernemers. Daarom roepen we geïnteresseerde leden op om ons zo snel mogelijk te contacteren om samen de zorg van 2021 niet enkel vorm te geven, maar ook te realiseren. Onze doelgroep zijn in eerste instantie beslissingsnemers en innovatiemanagers van zorgactoren. Het doel van het Zorg 2021-initiatief is dringende vragen te beantwoorden, door te verbinden met de juiste mensen en organisaties in het Inforcare-netwerk, uiteraard ook nuttige kennis delen, maar vooral ook een sterke focus op het post-corona-tijdperk. En we doen dat op een manier zoals u van ons gewend bent. Effectief, pragmatisch en razendsnel. Wil u deelnemen? Heeft u interesse? Contacteer ons voor dit Zorg 2021-project via insight@inforcare.be. Exceptionele tijden vereisen exceptionele acties. En wij staan klaar voor u. Hopelijk tot gauw.